Nee, dat is echt soms, maar altijd als ik in jouw vlog kom, maar altijd sta ik met mijn gsm in de hand. Maar jij staat altijd met je gsm in je hand. Kom jong, hier ligt het, sorry. Maar je hebt een nieuwe auto. Heel misschien. Maar we gaan een spel spelen. Hier staan 40 auto's of zo. Ja, nee, pak het 15, 20 of zo. Hij moet denken, raden wat dat de mijne zou zijn. Deze? Nee. Dat is hem ook niet, hè? Mm-hmm. Allee, en hij staat dicht daar. Ja, hij staat daar. Ik heb hem. Ah, fancy. Kom jong, spring erin. Ja, fancy jongen. Past wel bij u. Ja, ja, ja. Dat zwart met dat zwart. Ja, allemaal zwart. Ja. Was het een goed balletje? Net zoals die jongen, ja. Dankjewel. Kerstje? Nee, dank u. Dit is zo crazy. Ze hebben een beetje kerstversiering gehangen bij Medialaan. Van versiering, lampjes tegen de voorgevel. En er staat een tekst. There's no place like Christmas. Dat snap ik wel niet helemaal. Want kerstmis is toch geen plaats? Enfin, wel gezellig. Er zijn wel nog geen kerstbomen. Nog nergens een kerstboom. Nee, het is geen kerstboom. Ja, nee, ook niet echt, hè. Volgens mij nog geen enkele kerstboom. Staat hier nu nog geen kerstboom? Nee. Wanneer gaan ze dat doen? Cindy is toch weg? We gaan hier in zetten in het midden. In de studio hier. Ah ja, staan er meestal 3 of 4 vorig jaar. Vorig jaar 17, denk ik. Oh, als ik het zou inrichten, hè, maar dat heeft me niemand aan. Ik zou slingers doen. Precies zo. Gaan ze dat allemaal meenemen op je brommerke? Ja. Ik heb zoal een kapje erbij. En zo'n dikke sjaal. We zijn op weg naar een babyborrel. Mijn neef heeft een kindje gekregen. Het is een meisje. Het is het tweede kleinkind in de familie. Na mijn peterkindje Finn, denk dat ze nu allemaal wel gaan beginnen kweken. Behalve wij, want dat gaat niet zo goed. Hè. Je kunt de performance van je leven. Verbrot het niet, hè? Oké. Ik ga het niet verbrotten, dus ik ga het nu gaan bekijken. Met mijn rode wangen. Ja, ik ook een beetje. Ja, dat is lang. Ja, dat komt weer. Salut, hè? Oké. Bij de kerstboom. Schattig, hè? Altijd leuk, zo'n nieuw mensje in de familie. Gewoon een nieuw mens in de wereld eigenlijk. Ik ben nu onderweg terug naar huis. Ik moet toch altijd ene keer stoppen onderweg, omdat dat echt bijna 2 uur rijden is. Ik kan echt zo lang niet zonder een toilet, blijkbaar. Oh. Het is gratis. Chill. We weten dat onze publieke toiletten in verouderde staat zijn. Vooral die, denk ik. Er is er zelfs alleen een beetje gezakt. Eigenlijk is dat ook wel een beetje absurd, want dat is echt eigenlijk een van de vuilste toiletten van heel België. En daar moet je dan normaal gezien 70 cent voor betalen. We gaan dit weekend iets supercool doen. We zijn uitgenodigd op een VIP-première. Met rode loper en al. Het is de première van Beauty and the Beast. Het is een musical en ze hebben daarvoor Flanders Expo afgehuurd in Gent. En dat is gigantisch groot. En musicals zijn meestal zo in theaters en zo. Maar er is wel een dresscode. En de dresscode is black tie. Ik ga gewoon morgen eens in mijn kast kijken en zien wat dat ik nog heb en wat ik nog nodig heb. Kijk naar House. House is een oeroude serie, maar die staat volledig op Netflix. En ik vind dat, ook al weet je wat er gaat gebeuren, eigenlijk nog altijd wel fijn om naar te kijken. Helemaal in het begin is er iemand die hoofdpijn heeft of die moet hoesten. En dan valt er iemand anders in de ruimte of in de situatie gewoon neer. En dan weten ze niet wat dat die heeft. En dan gaan ze zoeken en zoeken. En dan op het einde weten ze wel wat die heeft. En dat is allemaal dan dankzij House. Gaan we slapen? Gaan slapen. Dit is echt zo lang geleden dat ik nog een bus genomen heb. Zijn een busje?
Gelukkig doet de bus er maar 10 minuten over. Ik heb trouwens besloten wat ik ga aandoen morgen op de première. Ik ga gewoon voor een zwarte broek, een wit hemd, zwarte das en een zwart jasje. Maar ik heb dus geen wit hemd, dus als ik dat heb, dan kunnen we. €8. Ik vraag me af hoeveel toertjes dat je dat mocht doen. Ik hoop veel. Het is ook weer zo slim van mij om op een zaterdag te gaan shoppen in december als het kerstmarkt is. Hey, maar toch wel een knappe prestatie of niet? Op een half uurtje stad, een hemd gevonden en nu terug naar huis. Oh, goedemiddag. Weet je wat het verschil is tussen een vlog en een realityprogramma? Als er in mijn vlog gekuist moet worden, dan moet ik dat doen. Op tv zeggen ze, amai, veel werk. Dan zetten ze de camera uit en dan komt er een hele ploeg. En die verbouwen dat huis of die kuisen alles. Dan zetten ze de camera terug aan en dan zeg ik, dat was veel werk. Ik heb wel echt super veel respect voor kuisvrouwen. Ik vind zo af en toe is kuisen al echt een mega opgave. Als je dat elke dag moet doen. Rick, uw outfit voor hey, de première. Ik ga voor de black tie loose. De dresscode was black tie of black tie optional. Is dit de optional? Ja, dit is de optional, want ik weet het nog niet. En de schoenen? Nee, moet niet laten zien. Zo dan. Ja, zo ongeveer. Hey. Zo blij dat ik dat niet alleen moet doen. Het gaat perfect zijn nu. Dat is nu echt al zeker toch de 7e keer of zo. Nee, de 15e keer. Dus we zijn naar die première geweest van Beauty and the Beast. Ik heb daar keiveel beelden gemaakt. Dus ik heb er een aparte video van gemaakt. Een soort Beauty and the Beast special. Als je hem nog niet gezien hebt, de link staat hieronder in de beschrijving. Toch alweer eens vroeg opgestaan, want het is nog maar 1 uur of zo. Want ze hadden last minute een fotograaf nodig, omdat er een fotoshoot moet gedaan worden met Goose. Dus here we go. Alright. Het eerste deel van Goose is er al. Ha! Ja. Words. Hoe gaat dat doen? We zijn er. Stuurt het producer in het land. Moeten er van u ook foto's gemaakt worden? Zo van, draw me like one of your French girls. Zeg Vincent, je hebt dat goed gedaan, joh. Dank u. Dat had, je wacht niet een beste. Maar je hebt het wel goed gedaan. Tegen de een auditie of zo. Ja. Mannen, salut, hè. Salut. It's a wrap. Resultaat gaat je binnenkort waarschijnlijk wel ergens zien op de site van Q of op Facebook of op Twitter. Of... Heb jij eigenlijk al in mijn vlog gezeten? Nee. En stel niet zo van die vuile vragen. Ja, maar ik ken u een beetje, Jantan. Je bent een vuilaard. Moet ik iets speciaals doen om in uw vlog te komen? Mocht zingen. Gezellig. Dat is allemaal voor het nieuwjaarsfeest van Medialaan. Donderdag, dan komen alle collega's ook van tv en zo, iedereen samen om te eten en om gezellig samen te zijn. Fuck, ik moet nog een cadeau kopen daarvoor. Want we doen zo'n soort van Secret Santa. Iedereen neemt dan, de meesten nemen dan een cadeautje mee van €10. En als je zelf eentje bij hebt, dan krijg je er ook in de plaats. Dus als je toevallig een goed idee hebt wat ik kan kopen, zet het even hieronder in de comments. Thanks. Zeg maar, allee, nog altijd geen kerstbomen, maar wel veel pakjes. Pakjes, nog meer pakjes. Ik vraag me af wat erin zit. Niks! We zijn echt niks waard. Vergeet zeker mijn vorige video niet te checken over de première van de musical van Beauty and the Beast. De link staat hieronder in de beschrijving. Als je deze video leuk vond, mocht je altijd een duimpje omhoog geven. En als je dit ziet, dan heb je de video alweer helemaal uitgekeken. Super merci daarvoor. Vergeet zeker niet te abonneren. Dat is niet zoals bij de krant. Bij mij kost dat niks. Klikken op abonneren. En dan krijg je mijn vlogs elke week vers van de pers. Dag Eline. Hey. Mag ik zeggen dat je dat heel goed gedaan hebt? Als er gaan filmen of ik was eigenlijk ja, ik ging zijn, automatisch he? Poseren. Poseren, maar poseren mag ook. Wat was het hoogtepunt voor u? Het einde dan toch wel, denk ik. Het einde. Was je blij dat het gedaan was?